Een hele goede middag. Het is vandaag 27 mei 2010. En zoals gebruikelijk om deze donderdag kijken we even naar het ziezo-weer. En ik kan vast verklappen dat het weer er voor volgende week gewoon heel goed uitziet. Het wordt droger, de temperatuur gaat in de lift. En we kunnen ons gaan opmaken voor toch wel een behoorlijk stabiele periode. Nu en ook gisteren was het natuurlijk uitermate saai weer in het grootste gedeelte van Nederland. Gisteren was het ook erg koud, met name in het zuiden van Nederland. De temperatuur in Brabant was amper 10 graden in gestage regenval. Laten we ons nu even focussen op de substantiële weersverbetering van volgende week. Want die weersverbetering zit eigenlijk al een kleine week in de kaarten in de meeste weermodellen. Je ziet die hoge druk opkomen vanuit het zuidwesten. Dus vanuit het zuidwesten komt een teller van het roemruchte Azoren hoge drukgebied naderbij. En die ontwikkeling gaat met name volgende week zijn beslag krijgen. Depressies worden na zondag gedwongen een veel noordelijke koers te varen. Dus die depressies gaan zich meer terugtrekken in de buurt van IJsland. Trouwens, aanstaande zondag kan er nog regen van betekenis vallen. Op veel plaatsen verwacht ik zo tussen 5 en 10 mm regen. En ik denk dat veel akkerbouwers daar best tevreden mee zullen zijn. Zo'n 5 tot 10 liter water op een vierkante meter. Concreet. Volgende week bij ons komt dus die stabilisatieaanzet vanuit het zuidwesten. We zien de barometers gaan oplopen vanuit het zuidwesten. Trouwens, Polen blijft gevoelig voor veel regen volgende week. En daar is natuurlijk al zo verschrikkelijk veel gevallen. Ik denk dat er in Polen wel 30 tot 80 mm kan bijvallen volgende week. Dus mogelijk geeft dat daar al serieuze schade in de aardappelgebieden. Die liggen met name in het zuidwesten van Polen. Wij in Nederland krijgen een langere reeks met droge dagen. Ik denk dat de neerslagkansen niet zo gek veel meer gaan voorstellen. De temperatuur gaat in de lift volgende week en later in de week komen we uit op 18 tot plaatselijk 23 graden. In het tijdpad tot plusminus 10 juni zie ik eigenlijk geen grootschalige verstoringen aan het weerfront. Dus het ziet er allemaal picobello uit. Kortom, nog even door de zure appel heen bijten in het weekend. Maar volgende week treedt een netjes weerherstel op. De temperatuur gaat in de lift en we kunnen een hele reeks met zo goed als droge dagen gaan rapporteren. En tot zover het weer op donderdag 27 mei 2010. Een heel prettig weekend gewenst alvast. En graag tot komende maandag. Dan gaan we even kijken of dat mooie weer nog wordt geprolongeerd.